ben Tom Stuifberg, ik ben 23 jaar, ik kom uit Haarlem en ik speel voor de Minnesota Twins organisatie op AA niveau. Dat ik 12 was, begon als man met scouten en toen dat ik 16 was, ben ik in contact gekomen met scouts. En zodoende zijn ze me blijven volgen en is mijn progressie goed gegaan en vonden ze me goed genoeg om een contract aan te bieden. Hoeveel ik verdien? Nou, je verdient gewoon normaal. Gewoon prima, je kan ervan leven. Ja, in de Major League is het minimum salaris, ik geloof, 500.000. Dus ja, als je daar eenmaal terechtkomt, dan is het een paar jaar goed spelen en hopelijk een mooi contract eruit slepen. Ik denk in 1 of 2 jaar dat ik een goede kans heb om de Major League te halen. En dan hopelijk goed genoeg presteren om daar te kunnen blijven. Ik denk als ik geen plezier meer heb, dat ik er dan mee stop.